Goedemorgen, Ancy. Coco hier. Ik ga jullie vandaag een beetje meenemen door de dag, hoe het bij ons hier thuis eraan toe gaat. Het is nu ochtend en ik ben thuis met George en Liu. Dan maak ik eigenlijk altijd een koffie voor mezelf. Die heb ik wel echt nodig, 's ochtends. Liu wil dan ook wel wat drinken. Ochtends zitten we op de bank, dan zijn de grote kids dus al naar school en dan vinden we altijd even een momentje om dan een koffietje te drinken en een boekje te lezen. Zo hebben we even een rustig momentje op de dag. Dat is ook zeldzaam. Dit is wel de ochtend en vaak gebeurt alleen maar dit. Gaan we openmaken? Ja. Als ons rustige ochtendritueel achter de rug is, gaan we natuurlijk even... Serieuze actie. Speelactie. Boomhut. Bomen. Baby George heeft geslapen. Kunnen we even herrie maken? Dat is een goed idee. Dit is de instructie, denk ik. Dit zijn de instructies. Je hebt gelijk. Vind ik het belangrijk dat de kinderen creatief zijn? Ja, tuurlijk. Dat is super belangrijk, want wij, Pepijn en ik, zijn allebei ook creatief. Ik denk dat mensen vaak wel vergeten dat kinderen uit zichzelf super creatief zijn. Kinderen zijn veel creatiever dan wij op latere leeftijd. Zij zien in de dingen die wij normaal vinden al van alles en kunnen daar met hun fantasie de meeste dingen van maken. Dus niks is saai met kinderen. Dus creatief zijn, stimuleren, altijd. Dat is echt super belangrijk. Hiermee moeten we de brug maken. Dat is de brug? Ja. Is die af? Ja. Groot onderdeel van onze dag is toch ook wel naar buiten gaan. Gaan we vaak naar een speeltuin en baby slaapt lekkerder in de buitenlucht. En wij ook. Genieten we er even van. Dus dat gaan we nu even doen. Het is ondertussen al wat later. We zijn buiten geweest. Nu is eigenlijk altijd een beetje het punt voordat spitsuur begint. We gaan zo alweer koken, want in een huishouden van 6 mensen moet je strikt in blokjes opereren. Kijk, maak jij jouw prullenbak. En jij jouw. En dan leeg ik onze prullenbak. Mama, kijk, ik heb ze allemaal weggegooid. Goed. Nou, wij gaan nog even de vuilnis weggooien. Leuk dat jullie er waren.